Ja, waarom is vaktherapie, waarom is dat nou zo interessant voor mensen met lichtverstandelijke beperkingen? Ja, de afgelopen 20 jaar hebben we steeds meer zicht gekregen op wat dat is dat nou, die lichtverstandelijke beperkingen. Over hoeveel mensen hebben we het? Dat is meer dan 1 miljoen mensen. En heel veel van die mensen hebben problemen. En vaktherapie heeft mogelijk de oplossingen. Maar dan moet vaktherapie laten zien, ja, dat ze daadwerkelijk een verschil kunnen maken in het leven van mensen met lichtverstandelijke beperkingen op basis van goed wetenschappelijk onderzoek. Met een goede indicatie voor specifieke problemen. Voor angsten, voor depressies, whatever. Nou, we organiseren dit symposium over vaktherapie met LVB omdat we het belangrijk vinden om vaktherapeuten breed te verbinden. We zijn dan wel de werkveldgroep van beeldend therapeuten, maar ik denk dat het ook goed is om die andere disciplines erbij te betrekken. Vanuit de werkveldgroep LVB zijn we samenwerking aangegaan met Zuidhoogschool. En dat heeft ons heel veel dingen gebracht. Op de eerste plaats deze hele mooie locatie, waar we dus van verschillende lokalen gebruik kunnen maken. En dus ook van de expertise van Canvac, maar ook van de andere collega's. Ik vind het ontzettend leuk om aan deze dag deel te nemen, om mensen uit het werkveld te ontmoeten. En om dadelijk zelf aan de slag te gaan als beeldend therapeut. Vanavond gaan we naar Nivon Eikholt. Het is een villa, een soort van natuurhuis. En daar gaan we genieten van lekker eten en een workshop. Ik vind het ontzettend leerzaam om deel te nemen aan verschillende workshops uit verschillende disciplines en hierbij voor mezelf ervaring op doen. Daarnaast is het belangrijk om deze doelgroep ook op de kaart te krijgen. Want ik, uit mijn ervaring, uit mijn tijd, ik heb behaald gestudeerd, was dat het eigenlijk weinig in het curriculum. Dus het is ook goed om die studenten daarin mee te nemen. Nou, we hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in. Als het vaktherapie lukt om daadwerkelijk te laten zien dat het werkt voor mensen met LVB, dan denk ik, dan hebben we het beste van beide werelden.